Volgens vakbond CNV is de maat vol. Vervoersmaatschappij Arriva heeft tot aanstaande vrijdag 12 uur om met een nieuw cao-aanbod te komen. Dat stelt de bond in een ultimatum dat zij de vervoersmaatschappij heeft voorgelegd. Want zoals het nu gaat, zo kan het niet langer. Eigenlijk het meest boos maakt ons dat wij in lange, moeizame onderhandelingen die we al hebben sinds eind oktober, dat we geen stap verder komen. We zitten elke keer in dezelfde cirkeltjes te draaien en wij willen heel graag aan alle kanten meedenken met de werkgevers. Maar weinig beweging aan de andere kant van de tafel. De eisen in het nieuwe ultimatum zijn dan ook helder. Wij eisen, eigenlijk zijn er twee belangrijke zaken. En dat is één, er zit nu nog een te groot verschil in wat de werkgevers bieden. Namelijk 2% en 0,5% per 1 oktober. En wij eisen 3,5% loonsverhoging, structureel, voor alle medewerkers. En daarnaast vinden wij dat er een te groot gat zit nog tussen jonge machinisten die bij Arriva en Keolis aan het werk zijn. En de machinisten die op dit moment die voor NS werken. Het gat is ongeveer 10% en we willen graag dat het gat in de komende jaren gedicht gaat worden. Het ultimatum is volgens de Bruinen een logische stap in de vastgeroeste onderhandelingen tussen de werkgevers en de werknemers. Als we weer aan tafel gaan, dan willen we eigenlijk dat er een genoeg mandaat is. Of dat, ja, plat gezegd, dat de portemonnee aan tafel zit, zodat we met elkaar fatsoenlijk in gesprek kunnen gaan. Nu hebben wij een aantal keer geconstateerd dat we lang moesten wachten op een reactie van de werkgevers, omdat ze met diverse CEO's in het land moesten gaan bellen. En de onderhandelingsdelegatie van de werkgevers heeft dat mandaat op dit moment niet. En dat verstoort ontzettend het traject. Arriva wilde vandaag niet voor de camera verschijnen. De vervoerder laat weten een goed voorstel te hebben gedaan. Ze wilde gesprekken op korte termijn voortzetten. En vrijdagmiddag om 12 uur wordt dan duidelijk of het ultimatum ergens toe geleid heeft.